Dag dames en heren, zoals ieder jaar maken we in Trefpunt een round-up van het voorbije jaar en smeren we plannen voor het nieuwe. Vandaag doe ik dat samen met de burgemeester van Kokzijde, Mark van den Bussen. Het kaartspel, dat is nieuw in jullie gamma, zag ik, sinds vorig jaar. Ik vind het ongelooflijk leuk, want op al die kaarten staan eigenlijk allemaal verschillende plaatsen in Kokzijde. Dus als de mensen straks Kokzijde bezoeken, kunnen ze eigenlijk 52 kaarten, iedere week één kaartje nemen en dan zeggen, ah, vandaag gaan we golfen bijvoorbeeld. Ik ben zelf een vloedkaarter en de eerste plaats deed het natuurlijk om te kaarten. Ja. Dus ik speel elke keer per maand kleurwis. Maar inderdaad, kan ook inspireren tot een activiteit. En bijvoorbeeld de golf, daar zijn we al een dagje mee bezig. Ja. Een volgende activiteit die hierop staat. Ter Duinenkerk. Ah, ja. Of hier het Paul Delvaux Museum. Paul Delvaux Museum. En het inspireert een beetje onze bezoekers en onze Kokzijdenaars om een dagje Kokzijde uit te kiezen. Een heel leuk communicatiemiddel. En ik heb eigenlijk de indruk, als ik zo kijk naar het afgelopen jaar, dat jullie heel veel in communicatie en ook in nieuwe communicatie investeren. Absoluut. In social media. We hebben leren werken met onze iPhone ook. Facebook is hier prominent aanwezig ook in Kokzijde. Twitter ook, Twitter. Instagram, eigenlijk de hele reeks, jullie zijn overal aanwezig. Inderdaad. En we hebben ook gestart met nieuwsbrief, dat de mensen voor speciale onderwerpen kunnen op intekenen. Ja. Bijvoorbeeld voor de vluchtelingenproblematiek geweest. Maar we gaan dit jaar nog meer investeren. We gaan dus van start met een nieuwe website voor de gemeente Kokzijde. Er is daar een gespecialiseerd bureau mee bezig. Ja. Dat moet binnen enkele maanden van start gaan. En communicatie is ook heel belangrijk voor de politie Westkust. Ook zij verspreiden graag een oproep of krijgen graag informatie via hun Facebookpagina. Voor hen betekent 2016 de start van de werken aan het nieuwe commissariaat. We zijn heel blij dat we dus daar terecht kunnen op de markt van Kokzijde. Er zijn al 17 inschrijvingen, dus de aanbesteding is lopende. Mm-hmm. We gaan van start gaan nog voor de vakantie. En de bedoeling is om klaar te zijn begin 2017. Dan mogen jullie verhuizen. Dan mogen we verhuizen, absoluut. En het is ook hoog tijd. De mensen wachten er al jaren op een deftige behuizing. Maar ook naar de klanten, de mensen die hier binnenkomen, men kan meeluisteren. Ook naar opsluitingen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. En ook een stuk toegankelijkheid. Het ligt, de ligging is ook heel goed. Nu, dat is de ene investering. Er is nog een andere. Jullie gaan ook verder investeren in camera's op de invalswegen. Ja, we schrijven ons in het verhaal van de gouverneur met het grenscamera-schild in kader van aanpak van banditisme. En de nieuwe technologie is nu op de markt waar we jaren op aan het wachten zijn. Dus niet alleen nummerplaten, maar ook merk, type van voertuig, kleur van voertuig en volume van voertuig. We hebben altijd veel inzet op die camera's. We waren een van de eerste pioniers. En we hebben daarvoor nog naar Engeland op bezoek geweest. En nu gaan we het aantal camera's verdubbelen met de nieuwe technologie erbij. Dit betekent dat we dus inzetten op veiligheid. En dat rendeert ook. We hebben de afgelopen 10 jaar de criminaliteit met 40% voor onze politiezone kunnen verminderen. Nog meer nieuws bekijken we op de site ten Bogaarden. Daar zijn ze volop aan het werk aan het toekomstige kunstcentrum. Een paar jaar geleden waren we hier ook, maar toen, ja, toen waren dat eigenlijk nog kotjes. Hè, ja, dat waren eigenlijk nog de stallingen, want dat was nog in gebruik laatst voor de landbouwschool. Nu is één grote vrije ruimte. Ja, ik denk dat het een van de mooiste ruimte die van Vlaanderen wordt. In een 13e eeuwse oude schuur in baksteen. Ja. Die meegaat uiteraard met een boogaarde, met onze abdijen. En het heeft een bestemming gekregen nu voor een kunstentoonstelling hier binnenkort. Uh-huh. Nieuw dak, nieuwe ramen, nieuwe vloer. Nog een beetje werk. Jullie gaan open in juni 2016, dus dit jaar. Ja. Inderdaad, we starten tegen het seizoen met een tentoonstelling samen met het wrak van Duinkerke. Waar gaan jullie de komende jaren mee samenwerken? Voilà, voor 3 jaar. Dus de eerste tentoonstelling noemt de Pierre Sauvage. Mm-hmm. Dus dat gaat hier wel de bedoeling worden. Dat is een goede start. Ja, zeer goede start. zeg, boven, en boven, want daar hebben jullie ook nog een gedeelte. Inderdaad, boven komt dus het permanent museum van Georges Graar. Waar dat er dus de mooiste werken van Georges Graar tentoongesteld zullen worden. Maar het is ook de bedoeling om die ruimte hier polyvalent te gebruiken. Ja. Voor een bierfeest bijvoorbeeld. Ja, want ik heb gehoord dat er een brouwerij nog komt. Inderdaad, de bedoeling is hier een mini-brouwerij uit te werken. Waar dat je dus een gebrouwd biertje ter plaatse zult kunnen opdrinken. Dat doen we dan volgend jaar. Absoluut.
En van cultuur naar sport. Op 16 augustus vorig jaar postte de gemeente op Twitter het volgende bericht over de golf. Het afgelopen jaar een nieuwe website voor de golf, een nieuw standbeeld, de Bolero werd ook ingehuldigd, want er is nog meer nieuws, hè? Ja, we hebben ook het Birdie label gekregen voor onze jeugdwerking van de golf. En bovendien hebben we nu na 1 jaar werking de rangschikking 11 gekregen. We zijn bijna top 10 ingeduikeld van de top Belgische holes. Dat is mooi voor een jonge golf. Inderdaad, daar zijn we heel fier over. Dat is een waardering die gegeven is door de pro's vooral. Dit betekent ook dat de mensen graag komen en dat kan bewezen worden door onze cijfers. En die zitten goed. Die zitten goed. We hebben onze targets gehaald, namelijk meer dan 1000 abonnementen. Ja. En dan bijna, de target was 10.000 green fees. We zijn dan gestrand op een 8.700. Dus we zijn heel tevreden. En we kijken uit naar de toekomst. Ja. Maar met dit weer, bedoel, we zijn januari, prachtig weer. Ja, dat is dat. Het golfjaar breidt uit. Inderdaad, alle reden om vakantie te komen naar onze Kokzijde.